Rinus, ik zou bijna mogen zeggen welkom in Nederland, want je bent natuurlijk voornamelijk actief in Amerika, in de IndyCar. Hoe is het nou weer om heel even terug in Nederland te zijn? Voelt dat als thuiskomen? Ja, voelt wel als thuiskomen. Wel een beetje koud, moet ik zeggen. Florida is toch even wat anders, maar het is al heel fijn om even terug te komen. De tijd voor familie, vrienden en natuurlijk ook de media te maken. In de meeste autosportbranches is het nu winterstop. Voor jou is het al flink lang winterstop. Jouw seizoen eindigde eind september of in september. Terugblikkend op het seizoen van 2022. Een podiumplek, een pole position. Je hebt wat pech gehad. Over het algemeen tevreden? Over het algemeen wel tevreden. Ja, ik heb iets meer dieptepunten dan hoogtepunten gehad. Iets meer dieptepunten dan ik wilde hebben. Dus tevreden, maar er had er zeker wel meer in gezeten. Dus toch wel zin in het nieuwe seizoen om het even allemaal over te doen en beter te doen. Als we het hebben over meer dieptepunten en hoogtepunten, is dan nog de Indy 500 een pijnlijke pleister die nog eraf moet? Die is wel pijnlijk inderdaad. Dat was, misschien voor de mensen die het weten. Misschien kun je even iets meer nog uitleggen wat er precies gebeurde. Ja, in de 39ste ronde dacht ik. Ja, kom ik in bocht 2 aan en is de auto weg. En ja, als die weg is, dan is hij echt weg. En toen klapte ik de muur in en was het helemaal klaar. De eerste die de race uitviel, dus een hele hoop punten die ik daardoor misliep. Dus dat was uiteindelijk heel zonde, maar ook gewoon Indy 500. Ja, weet je, je hebt snelheid. Als je snelheid hebt bij de Indy 500, heb je gewoon een kans om te winnen. Laten we het dan hebben over nog even een hoogtepunt van afgelopen seizoen. Is er één ding wat je 100% zegt, dat was mijn hoogtepunt van 2022? Zeker wel Barber. Die pole position, dat was eigenlijk wel een hele mooie. Barber is nooit echt mijn baan geweest, dus om dan zo ineens zo'n pole position te pakken, zo'n dominante, was wel heel lekker. Je hebt nu het seizoen in september afgelopen. Nou, we zitten inmiddels in midden december, dus een aantal maanden ben je al vrij van het racen. Hoe ziet dan zo'n off-season als IndyCar coureur eruit? Off-season is best wel rustig, moet ik zeggen. We hebben wel heel veel gebruik gemaakt van de simulator. In North Carolina, dus de Chevy simulator, waar alle Chevy teams op zitten. Dus daar zijn we heel erg bezig geweest om een betere package te maken voor volgend jaar. Daar ben ik nu klaar mee tot na Oud en Nieuw. Ja, dan mogen we weer verder. Maar in ieder geval dat veel gedaan en natuurlijk ook even wat tijd genomen om fysiek wat sterker te worden en mentaal een beetje uit te rusten. De Formule 1 is natuurlijk een gegeven. Daar mag je even een beetje laten gaan in het off-season. Er wordt er wat gedronken, er komen wat kilo's aan. Maar daar is training ontzettend belangrijk. Is dat bij jou net als in de Formule 1 dat je ook continu op je cardio, krachttraining en conditie moet zitten? Ja, zeker. Zeker. Ik werk ook samen met de trainer in Indianapolis. Die werkt dan mee op afstand. Ja, ik train 6 dagen in de week. En nu even iets minder dan nu het zo druk is in Nederland. Maar het is wel een prioriteit om nu even wat continuïteit in te brengen. Aangezien normaal in het seizoen ga je van stad naar stad, van race naar race. En nu zit je een beetje op één plek de hele tijd. Dus dan is het wel lekker om een beetje een trainingsschema aan te houden. En hoe ziet zo'n trainingsschema voor jou er dan uit? Je zegt 6 keer in de week? 6 keer in de week. Sommige dagen 2 keer per dag. Andere dagen 1 keer per dag. Dus zondag is altijd rust. Ja, dat is een beetje een mix tussen krachttraining, fietsen. Fietsen doe ik dan nu wel binnen, aangezien ik al genoeg heb gebroken op de fiets. Heb je meer gebroken dan op de fiets en in de auto? In de auto alleen mijn vingertop. Met 360. Dan kom je er nog goed vanaf. En met fietsen met 30 km per uur mijn sleutelbeen. Dus komt wel iets dramatischer over. Dus ik hou me maar bij racen. Daar doe ik het voor. Dan even een klein stapje maken. We hebben dit jaar gezien dat er best wel wat IndyCar coureurs gingen testen in de Formule 1. Zou dat ook iets zijn als ze jou bellen van je stapt in? Nou, voor het test zou ik best wel een keer willen doen, ja. Als het mij de IndyCar niet negatief gaat beïnvloeden. IndyCar staat bij jou nog steeds by far bovenaan. Ja, by far. En zolang het blijft zoals het nu is, weet je, IndyCar is voor mij mijn grote doel. En ik heb het nu gehaald, maar ik wil nu echt succesvol worden en een van de beste. Dus dan, als je iets wil, moet je er vol voor gaan of helemaal niet. En ik ga er helemaal voor. Als we jou nu in een Formule 1 blieder zouden zetten, zou je dan ook meteen hard kunnen gaan en een goede race vol kunnen houden? Ik denk het wel. Ik weet dat de G-krachten iets zwaarder zijn, dus Nex zal misschien een beetje moeten wennen. Nou, qua de rest, ja, IndyCar is natuurlijk voor de rest buiten de G-krachten een stuk zwaarder fysiek. Ik denk dat ik best wel snel op snelheid zit, hoor. Ik ben natuurlijk door de jaren heen in heel veel verschillende formuleauto's wezen rijden. Dus ja, ik denk dat ik best wel snel kan aanpassen. Dat is wel een van mijn kwaliteiten. Op welke punten specifiek is voor jou IndyCar zwaarder dan de Formule 1? Ik denk dat je continu iets harder wordt gepusht. Formule 1 heb je natuurlijk heel veel fuel saven elke race. IndyCar kan dat ook. Alleen ja, soms heb je strategie dat er gewoon elke ronde vol op de limiet is. En gewoon knallen. Dus
Ik denk daardoor dat je iets meer, ja, toch hartslag iets hoger zit, iets meer die adrenaline hebt. En het is iets closer races. Als je in een gevecht zit, dan is het natuurlijk bumper tegen bumper, letterlijk. Ja, voorvleugel tegen achtervleugel, inderdaad. En bij de IndyCar kan dat ook. En natuurlijk, we hebben geen stuurbekrachtiging en heel veel hobbels op circuits. Dus ja, het is op de schouders heel zwaar. Ja, ondanks jouw drukke seizoen heb je dit jaar wel wat meegekregen van het Formule 1 seizoen? Ja, zeker. Elke race die ik kon volgen, die niet tijdens een trainingssessie of race van mij was, heb ik gekeken. Wat vond je van het seizoen van Nederlands trots Verstappen? Ja, ze zijn beste tot nu toe. Ik weet niet of het nog veel beter kan worden. Maar als je ziet, hij heeft de records verbroken van de meeste overwinningen. Mega seizoen. Als je al zo vroeg wereldkampioen wordt, dan laat gewoon zien dat je het heel goed doet. Als je vooruit zou blikken op 2023, wat denk je dat de grootste uitdager wordt? Of het uitdagende team voor Red Bull Verstappen? Ik denk Mercedes weer. Ja, Ferrari, ik denk dat ze iets tijd nodig hebben met Fred Vasseur. Iets even moeten wennen. En Mercedes kwam heel hard terug eind van het seizoen. Dus ik denk dat zij toch wel weer gaan vinden. Ik denk dat het een team is van zoveel kwaliteit. Die hebben zulke goede mensen. Dat ze toch wel een beetje dat gat dicht kunnen trekken. En het eerste Formule 1 seizoen bij AlphaTauri van Nyck de Vries? Ik denk dat hij wel goed gaat worden. Ja, Nyck die weet hoe hij moet racen. Natuurlijk, Formule 1 is al heel close races. Dus in een gevecht komt hij er sowieso wel goed uit. En in Monza was hij gewoon heel snel. Dus als hij dat wel heeft laten zien, dan zijn dat wel zijn kwaliteiten.